Het lijkt een step, maar het is een elektrische fiets. En het is bedacht in Falter. Toen ik een keer op de loopband in mijn fitnesscamera aan het lopen was, toen viel bij mij het kwartje van waarom nou niet de loopband naar buiten brengen. En dat deed hij. Hij maakte een fiets die vooruit gaat door over een band te lopen. Een elektromotortje zorgt ervoor dat de fiets behoorlijk hard gaat. Bergmeester kocht de onderdelen en zet de fiets zelf in elkaar, midden in zijn woonkamer. Ik ben in de winter begonnen met de projecten. Ach, en dan merk je dat dit een ideale werktafel is. Inmiddels heeft hij ook al 5 loopfietsen in elkaar gezet. Ook zijn vrouw helpt af en toe mee. Nou, in het begin dacht ik, waar is hij mee bezig? Maar ik loop er zelf ook met heel veel plezier op, dus ik vind het erg leuk. Ik bouw hem in een week samen, in de avonduren, naast mijn werk. En in het weekend ben ik daar dan ook nog mee bezig. De hele familie Bergmeester gebruikt inmiddels de loopfiets. De rest van Nederland moet er nog even aan wennen. Heel af en toe zijn er mensen die me echt uitlachen. En dan denk ik van, ja, ik kan het je niet kwalijk nemen. Het lijkt ook best wel een beetje koddig. En een enkele keer mensen die toch even een praatje met je aanknopen, die even het fijne ervan af willen weten. En dat kunt u binnenkort misschien ook. Want er is een fietsfabrikant die de loopfiets van de Falter op de markt wil brengen.